Nogmaals een hele goede middag, dames en heren. Wat leuk dat u er bent. Ik zie een aantal bekende gezichten, een aantal terugkerende gezichten die hier eerder ook al waren. Welkom bij de talkshow op de Dutch Design Week, The Making of Your World. En wat we gaan doen, heeft heel veel te maken, en de terugkerende bezoekers die weten dat, maar voor de mensen die nieuw zijn, het heeft heel veel te maken met 1632. In 1632 schilderde Rembrandt van Rijn de anatomische les. En dat was de anatomische les van Nicolaas Tulp. En je zult dat beeld herkennen. Dat er een paar hooggeleerden voor het eerst eigenlijk een lichaam gaan opensnijden. En dat dat trots ook wordt vastgelegd op een schilderij. Nou, dat heeft eigenlijk ons geïnspireerd tot deze anatomische designles. Vandaag ga ik in gesprek met een internationaal opererende ontwerper. Om te kijken wat er nou achter een object zit. En we gaan een object ontleden. À la een anatomische les. En we gaan dat live allemaal meemaken met elkaar. Nou, mijn naam is Nathan de Groot en ik heb de eer vandaag om te interviewen een ontwerper die hier in Eindhoven heeft gestudeerd. 15 jaar geleden is hij daar inmiddels alweer afgestudeerd. Hij is nu internationaal opererend en hij doet dat zowel alleen als soms ook in samenwerking. Graag een groot applaus voor Joost van Blijswijk. Ja, dankjewel. Joost, welkom. Ja. Je mag hier plaatsnemen. Ja, dat is goed. Laten we even bij het begin beginnen. 2001, ja. Jij studeert af hier in Eindhoven. Je weet vast nog waarmee je bent afgestudeerd. Ik ben afgestudeerd met Outline-serie. Dat is een reeks van... eigenlijk is het een reeks van niks. Ik had eigenlijk alleen een lijntje om een object heen getekend. Het was eigenlijk een soort van vormstudie. Zo, wanneer is een object een object? Ja. Met een soort half filosofisch gebeurd. Maar datgene wat er niet was, bijvoorbeeld een tafeltje, zag je juist omdat het omlijnd was. Of een klokje was er juist niet, maar je zag een klokje. Okay. Zit niet goed. Ja, de omleiding hier laat ook nog te wensen over. Ik ga even kijken, waaruit bestond die lijn van jou? Waarom was het dan zo revolutionair of nieuw? Het was een super duidelijke vorm. Dus iedereen herkende dat en dat was een heel pakkend beeld. En dat werden weer een soort nieuw, soort half functionele dingen. Het was voor mij een soort van vormstudie en daar ben ik later op doorgegaan. En het was een soort opmaat naar van, ja, hoe zit eigenlijk iets in elkaar? Dus eerst in vorm, later ben ik veel meer ook in die techniek gedoken. Ja. En is er een reeks ontstaan die heet No Screw, No Glue, waarbij ik allemaal objecten zonder lijm en schroefjes in elkaar schuif. Ja. Zonder daar verder iets voor nodig te hebben. En dan kwam, zeg maar, bij die herkenning kwam ook een heel deel techniek. Ja. En dat zijn ook weer een soort vingeroefeningen naar wat later dan veel vrijer werd. Dus later ben ik ook weer heel precies frezen en lasersnijmachines ook weer kwijtgeraakt. En ben gewoon met een snijbrander aan de slag gegaan. Dat is eigenlijk wat nu een beetje aan het spelen is. Joost, jij hebt dus No Glue, No Screw. Heb je als dogma ineens in het leven geroepen eigenlijk? Ja. Want het is een beetje... Voor mij, als ik er naar kijk, dan denk ik, ja, weet je, je kan op een gegeven moment ook zeggen, ik doe alleen nog maar design met mijn linkerhand. Je maakt het jezelf wel heel moeilijk. Ja, maar juist in die soort van beperking, en dat is misschien ook een soort van gekte die je als ontwerper opzoekt, zoek je juist die uitdagingen. En dat is ook een soort van extra laag die je toevoegt aan een product. Ja. Als je het gewoon op zou bouwen uit losse latjes in elkaar zou lijmen, zou het misschien heel deel van de magie, zeg maar, verliezen. Ja. En dat hoeft het ook niet altijd uit te stralen. Je hebt ook heel veel producten waarbij die techniek een soort van bovenhand gaat krijgen. Ja. Dan moet je daar naar kijken. Voor mij was het een soort van onderliggend idee wat aan de grondslag lag. Maar dat is wel een idee dat nu al 10 jaar bestaat. Dus je maakt het daar nog steeds, zeg maar, moeilijk mee. En voor de duidelijkheid even, je maakt meubels, kandelaars, klokken, van alles eigenlijk, allerlei objecten. Ja. Geldt dit dogma voor al die objecten? Nou, inmiddels ben ik wel dat ook alweer op een bepaalde manier gepasseerd. Dus ik doe dat nog steeds. Ik vind het nog steeds een interessante methode. Ja. Maar ik ben daarnaast ook weer op heel veel andere vlakken bezig. Dus ik ben aan het construeren, aan het mecanoën, aan het een soort punk design aan het maken. Ja. Dus het gaat eigenlijk alle kanten wel op. Ja. Nou, en punk vind ik een mooie bruggetje, die wil ik niet laten liggen naar de gitaar. Dat is het object dat jij hebt meegenomen. Ja. Jij speelt zelf ook gitaar, toch? Ja. Nou, ja, daar hoeven we niet per se heel veel bewijs van te horen, maar we kunnen wel even laten zien dat hij het doet, toch? Ja, het is gewoon een werkende gitaar, als het goed is. Ik weet niet of die... Ja. Ja. Ja, wat is het eigenlijk, hè? Een gitaar.
Ja, eerst waarom een gitaar? Nou, dat vraag ik me af, want we hebben een ring gehad, we hebben plastic gehad, we hebben telefoons gehad en jij komt met een gitaar. Nou, ik vond die vraag, die is natuurlijk, ik moest een ontwerp kiezen wat juist heel goed of heel slecht vond. Ik vermoed dat dit heel goed is. Nou, ik vind het een goed ontwerp. Ja. En ik vind het niet leuk om een negatief uit te laten over collega's of uit het verleden. Dus ik wilde dat positief benaderen. Okay. Maar het wordt heel snel ook wel heel ingewikkeld en wordt heel belerend om iets heel erg goed te vinden of slecht. Dus ik wou dat een klein beetje uit de weg gaan door iets te kiezen wat niet 1, 2, 3 in ons vak bekend is. Geen stoeltje, geen lampje. Dat wilde ik uit de weg gaan. Okay. Maar ik wilde toch natuurlijk een icoon kiezen. Ik hou van heel duidelijke beelden. Ik hou van de iconen, archetypes. Ja. En ik denk dat iedereen dit ding herkent als een elektrische gitaar. Er is gewoon, ik denk als mensen zo'n dingen gaan tekenen een elektrische gitaar. Dan tekenen ze dit. Ja, voor de helft tekent deze, de andere helft die tekent een Gibson Les Paul misschien. Ja. Maar behalve het feit dat die niet zo goed uit elkaar te halen is, is veel ambachtelijker gemaakt. En dit is wat meer echt een industrieel product. En wat maakt het dan toch tot een icoon voor jou? Het is een heel vroege elektrische gitaar. Die 1954 is die op de markt gekomen, ontworpen door Leo Fender. Die overigens zelf helemaal geen gitaar kon spelen. Dus die zat eigenlijk alleen maar zo te luisteren en af te stellen en te pingelen om nog een dingetje eromheen winden om zo'n element. Hij speelde verder helemaal niet. Voor hem ging het alleen maar om het creëren van de goede sound en een goed bespeelbare gitaar. Het is een ambachtsman puur zang, zou je daarmee kunnen zeggen? Wel ambacht al in het industriële vorm. Dus wat je hier ziet, van de hele opbouw van de gitaar. Dit is eigenlijk zijn tweede model die er gemaakt werd. Ja. De eerste is de Telecaster. Dat was eigenlijk helemaal een recht uitgezaagde plank. Deze is al een beetje afgerond, al iets meer op comfort. Ja. Staat er ook op. Original Contour Body. Ze moeten hier ergens... Ik kan het bevestigen. Ja, dit is dan een replica van een jaren 50 model. Later in de jaren 70 komt er een hele grote kop op met allemaal andere stemmechanieken. Ja. Maar dit is een replica van het eerste model wat op de markt kwam. Ja. Is het dan... ben je iemand die heel erg houdt van eerste versies? Of zeg je van nou, ik vind dit eigenlijk nog iconischer? Nou, ik vind dit heel mooi. En er zijn op een gegeven moment zijn er allerlei soort van verbeteringen gekomen die niet per se verbeteringen zijn. Dus er is een ander tremolo systeem opgekomen, wat meer zweeft, zodat die minder uit stemming geraakte als je die veel gebruikte. Maar die vind ik die spuug lelijk. En de werking is eigenlijk weer zo soort van goed en precies dat eigenlijk het karakter van die gitaar door achteruit gaat. En deze stemmechanieken, dat zijn niet de allerbeste ter wereld, maar ik zal het zo even laten zien als ik die snaren doorknip. Maar ze werken gewoon prima of goed genoeg. Of, ik ben wel een beetje nostalgisch als het gaat om instrumenten. Ja. Dan gaan we misschien toch maar over tot de anatomische les. We gaan het ontleden en mensen kunnen live met ons meekijken, want er is een camera die hangt hier. Dus, ik heb ook jarenlang in een gitaarwinkel gewerkt. Dat komt goed. Het is nu zondag, maar het komt goed uit. Mensen vinden dit soms heel erg zonde, hè, dat je gewoon een snaar doorknipt, maar dat maakt helemaal geen zak uit. Nee. Dat kost helemaal niks. Okay. Dus daar beginnen we al. Waar zijn die snaren van gemaakt trouwens? Dit is gewoon staaldraad. En dit is dan omwonden met een... om een dikker te maken. Op een gegeven moment kan je niet meer... daar heb je ook weer allerlei verschillen in. Ja. En die gaan hier dan door de achterkant heen. Dan zie je hier een plaatje. Ja. En dan kan je dus die snaren er zo uitduwen. Dan zie je meteen al waarom ik dat plaatje er ook bij mijn eigen gitaar gewoon eraf heb geschroefd. Want dat is gewoon heel erg onhandig. En dan komen we eigenlijk al meteen bij een leuk ding. Want dat tremolo systeem, dit is een tremolo. Hiermee kan je dus een soort vibrato-effect krijgen. Maar dat zit dus vast met een paar veren aan de achterkant. Is dat, voor de mensen die niet heel erg thuis zijn in de gitaar, is dat wat de klank eigenlijk verlengt? Of, Nee, niet zozeer verlengt, maar je kan de toonhoogte laten vibreren. Okay. Ja, en dan zie je ook meteen, dit is gewoon heel industrieel. Hè? Gewoon zo'n plaatje is er gewoon opgeschroefd. Met dus inderdaad schroeven. Doet dat pijn dan om nu te gaan schroeven? Nee. Oh, zo. Nee, maar zo,
Als je helemaal geen schroef meer kan gebruiken in het leven, dan wordt het wel heel, heel ingewikkeld. Maar dat is, vind ik, het leuke van dit ding. Een Gibson is mooier gemaakt, dus meer een soort vakmanschap. Ja. Maar dan zouden ze dit dingetje zo infrezen, weet je, dat hij heel mooi er zo invalt. Nou, dat doen ze hier niet, gewoon plop erop. Plop erop eigenlijk, ja. Dus ja. Ergens schroefje op de grond. Ja. Nou, weg ermee. Ja, hier zo zie je de veren van het tremolo-systeem. Ja. Ja, die kan je ook een tangetje hebben. Ja, zeker. Halen we die er ook af. Zo. Voor de mensen die zich nu heel erg zorgen maken, een echte Fender, die kun je gewoon uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Ja. Dat is heel vaak gebeurd. Dat is ook het leuke van die, daarom zijn er zo heel veel verschillende soorten van. En iedereen wil zijn eigen gitaar natuurlijk een beetje persoonlijk maken. Dus de ene zet weer een andere slagplaat op, of de ander vindt wel zo'n body, die kleur of zo mooi, maar houdt weer meer van een andere hals. Heb je dat ook gedaan, of is die wat dat betreft nog origineel? Ja, ik heb een best wel een lelijke combinatie van een oranje body met een gouden slagplaat. Ja. Het is eigenlijk heel best wel lelijk. Deze gaat een beetje moeilijk uit. Nou, app. Oké. Ja, dan heb je weer van die freaks die zeggen dan van ja, dan je moet eigenlijk 5 van deze erin doen, want dan klinkt die beter en dat soort dingen. Volgens mij valt het allemaal wel mee. Zitten er standaard 5 of 3 in? Er zitten er standaard 3 in. Oké. Ja, en dit is dan ook weer zoiets, dat is eigenlijk, ja, het is eigenlijk een beetje geprutst dit, hè. Zie je dat? Het zit zo'n schroef, die zit, en die hebben ze dan ook nog scheef erin geschroefd, want ja, anders gaat dat niet. Nee, en er zit hier iets met een soldeeractie is hier geweest? Ja, ja, dat is om een beetje te aarden. Ja. De elementen, dus om wat meer brom kwijt te raken. Dan kunnen we die ook maar meteen afhalen, denk ik. Want anders, zo, hop. Zo. Ja, die komen we dadelijk nog wat tegen. Ja. Dit moet eraf. Wat heb je nodig? Ja, een iets grotere schroefdraaier. Oké. Okay. Zo. Kijk, een schroefpoor mee met al die schroeven. Ja. Die toch zo'n rare methode niet die ik gebruikte. Ja. En ik ben wel benieuwd wat er hier onder de slagplaat zit. Want in 1954, of eigenlijk tot 19, volgens mij 1963, was Fender gewoon van Fender. Daarna werd het overgenomen door een investeringsmaatschappij. CBS, ja. En toen werd er bezuinigd op van alles. Dus toen vonden ze heel fijn uitfrezingen en zo, vonden ze allemaal te veel werk. Ja. Dus er werd het gewoon hop, één groot gat in het midden. Ja. En dat wil je natuurlijk niet, dat wil je niet als purist. Je wil dan wel dat het precies mooi in die vorm uitgefreesd is, maar dat gaan we zo zien. En in die Prey CBS apparaten, dat zijn echt de collectors items. Ja, die. Dat wat levert zo'n Pre-CBS gitaar op? Nou, als je echt een hele mooie staat hebt, ik denk. Je hebt dan, zeg maar, de voor 1960. Ja. Daarvan is 54 tot 57 wel de top-exemplaren. Ja. En daarna heb je de modellen rond 1962, die super gewild zijn. Ja, als je daar een goede conditie van hebt, ik denk rond de €50.000 of zo. Okay. Ja. Heb je deze nou wel of niet eerder al uit elkaar gehaald een keer? Ja hoor, ja. Ja? Oké, okay, dus in zekere zin het is precies allemaal, wat je doet. Ja. En waarom begin je aan de achterkant? Zo de ik wilde die snaren eruit halen. Dus zo zie je ook dat die snaren gewoon door zo'n staartstuk. Dan zijn we die ook maar kwijt. Ja. Even kijken. Ja, er zit er eentje een beetje. Dat is natuurlijk super onhandig als je staat te spelen en die snaar die breekt. En je moet een snaar vervangen en die blijft dan achter dat plasticje zitten en zo. Dus de snaren vallen hiervoor ook al een beetje af. Laten we ze in ieder geval daar laten liggen zodat we het overzicht hebben hoeveel onderdelen er zijn. Nou, wat nou het leuke is dat die stemmechanieken hier, ik weet niet of dat goed. Kijk, dat is eigenlijk heel slim gedaan. Dat is gewoon een soort. Je legt die snaar er zo op, dan maak je hem net iets langer. Je steekt hem er gewoon zo in. En je begint zo'n snaar om te wikkelen. En dan heb je je snaar vastgezet. Ja, en later zijn er allemaal hele ingewikkelde methodes gekomen om datzelfde te doen. Maar ja, ik vind dit gewoon. Dit is nog steeds de beste. Ja, het werkt gewoon prima. Ja. En dit is dan een heel klein stukje gebogen metaal wat ervoor zorgt dat die snaar gewoon mooi rechtdoor richting dat stemmechaniek loopt. Mm-hmm.
Anders dan loopt hij helemaal schuin er naartoe. Maar dat hebben niet heel veel gitaars. Je hebt ook verschillende. Hè. Je hebt ook gitaren waarbij de kop bijvoorbeeld schuin naar achter ligt. Dus dan krijg je automatisch al die richting. Ja. Goed. Ja, wat gaan we doen? Nou, die kan je er gewoon, dit hoort, dan kan je er gewoon zo afdraaien. Dat is al onderdeel van het bouwpakketje. Ja. Zo. Krijg je, als je de gitaar koopt, hè, krijg je hem dan, misschien een beetje een leekvraag, maar krijg je hem dan ook als bouwpakket? Of, nee, het zit wel in elkaar. Dat zit wel helemaal in elkaar, oké. Okay. Maar je kan ook wel bouwpakketten kopen. Ja. Er zijn heel veel mensen die het vinden, ja, die vinden dat heel leuk om een beetje mee te hobbyen. Daarom. Even kijken of dit nou dezelfde schroefjes zijn bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is ook lekker effectief, gewoon alles hetzelfde schroef. Okay. En op een gegeven moment hebben ze dan gekozen om hier dan weer schroefjes tussen te zetten. En dit zijn er geloof ik 9 en dat werden er dan 13 of zo. Dus dat is ook weer zo'n verzamelaarsding. Hoeveel schroefjes er dan in zitten. En waar die slagplaat dan van is gemaakt. Waar is deze van gemaakt? Het is gewoon volgens mij een soort polystyreenachtig, maar je had ook zo'n imitatie schildpad. Dat is ook wel populair. Het is allemaal redelijk kitsch natuurlijk vaak in die. Maakt dat dan ook echt uit voor het geluid of is het puur van hoe het eruit ziet? Wel een beetje. Je kan je voorstellen als je dit echt een staalplaat hebt, dat die dat die elementen daar als het ware harder in resoneren dan dat het plastic is. Maar meer de houtsoort van de hele gitaar maakt meer uit voor het geluid. Dan het stukje plastic. Dus eigenlijk meer de hals dan... De hals en de body. Ja. Dat voel je ook als je een snaar laat trillen. Dan gaat ook de body helemaal trillen. En een hele zware houtsoort die trilt veel zeg maar donkerder dan een hele lichte houtsoort. Ja. Dit is elzenhout meestal. Ja. En dan in een paar delen is dat dan vlijmd. Als je een hele mooie hebt, dan ligt dan die deelnaad van het hout die ligt heel mooi in het midden. Nou, hier ligt hij hier en hier. Dus, deze is een tweekleurige spoten. Later gingen ze rood ertussen doen. Dat hebben ze bijna allemaal. Ja. Het zijn heel veel schroeven. En die knoppen zijn denk ik van plastic? Ja, dat is wel een beetje... Ja, dat heb je ook weer allerlei varianten. Met goud erop. Ik kan dat ook gewoon zo afhalen. Ja. Zo. Oké. Ook gewoon... Deze kan er ook... Een topje. Oh. Ja, het is echt een bouwpakketje. Ja. Nou, dan heb je hier... daar was ik benieuwd naar hoe dat was uitgefreesd. Dus dat is wel redelijk origineel. Dat valt me niet tegen. Kun je uitleggen wat er origineel aan is? Ik zie het voor het eerst, voor mij is het sowieso origineel. Nou, kijk, dus later dan gaan ze dat effectiever doen. En dan denken ze van, één heel groot gat is veel makkelijker dan het zo onder te verdelen. Dus dan maken ze het gewoon, hoppakee. Okay. En dan dit ook groot. En soms zit er dan ook nog veel meer elektronica in en zo. Okay. Dus het is eigenlijk heel oldschool. Wel. En er zit hier iets in. Ja. Van een, dat zou je wel ergens kunnen opzoeken wat dat is. Ja. En hier hebben ze dan nog iets opgeschreven. Ja, een soort, ik weet niet wat het is. Nummer 1, 2. Maar dat is een soort handwerk dat het nog aan te pas komt misschien. Nou ja, zo'n element dat zit dan weer gewoon zo vast. Ja, dit vind ik wel jammer trouwens. Dit is met rubbertjes zit dit. Ja. Nou, eigenlijk moet dat een veertje zijn. Oh. Want? Wat is dan? Ja, dat is dan origineel. Oké. Okay. Maar dit zal ook wel werken. Maar het werkt eigenlijk weer als een veertje. Ja. Misschien geeft het wel een beter geluid. Ik weet we hebben al staal, we hebben al rubber gehad, plastic, hout. Het is eigenlijk een... Ja, je komt wel van alles tegen. Samen, ja. Oh, het is wel handig dat die schroefjes hierdoor blijven zitten. Zie je? Dus dat is wel makkelijker vastschroeven. Misschien hebben ze het daarom gedaan. Want met die veertjes is het altijd zo, dan moet je tegelijkertijd indrukken en dat weer tegenhouden. En dat is heel irritant. Dus misschien hebben ze daarom wel het zo gedaan. Ja. Nou, elementkapje. Kan je ook. Ja. Ja, dat is dan ook weer, dan kan je weer in allerlei soorten maten kopen. En dit is dan eigenlijk het element waar het om gaat. Dit produceert het geluid. Dat zwarte en de wat dit, is het voor dingetje. Draad? Dit is koperdraad. Ja? En dat zit om 6 spoeltjes of 6 magneetjes. Ja. En je krijgt dus een spoelwerking. En door de trilling van die snaar ontstaat er een elektrisch stroompje. Ja? En dat wordt hier naar buiten gedaan met een stekker. En dan moet je dan gaan versterken. En wat is het verschil tussen deze drie dan? Deze drie zijn in principe hetzelfde. Ja.
Alleen de positie is anders. Dus de voorste die geeft een wat ronder geluid. De achterste een wat scheller geluid. Ja. En je kan met deze knop die er is, deze, kan je het selecteren. Dus zo selecteer je het achterste element. Ja. Zo het voorste, het middelste en zo het voorste. Ja. En dan heb je nog de tussenschakelaars. Die zijn, dat is wel een grappig verhaal, want toen die gitaar uitkwam, toen had hij maar 3 standen. Ja, gewoon 3 versnellingen. 3, ja, zo 1, 2 of 3. Ja. Maar gitaristen die begonnen al snel zo'n beetje zo ertussenin te friemelen, want dat gaf ook weer een bepaalde sound. En toch heeft het tot 1977 geduurd. Eerst op het idee kwamen van, ach, dan maken we wel een 5-standen schakelaar in plaats van 3 standen. Okay. Ja, best wel een, en gebruik jij die vaak, die tussenstand dan? Ja, dit is wel een hele bekend, zo die ene voorste. Dus echt een typische stratenkasten sound. En wie gebruikt dat? Want er zijn heel veel bekende muzikanten die dat gebruiken, dat we er een beetje een gevoel van, bij krijgen. Van Jimi Hendrix natuurlijk, een vervent stratplayer. Er zijn er zoveel. Ja. Maar die gebruikte ook deze stand dan? Hendrix die gebruikte alles dwars door elkaar heen. Maar die gebruik ik eigenlijk meer dan of de voorste of die was meer van extreme. Dus die switchte echt zo de hele tijd heen en weer. Ja. Ook tijdens solo's en zo hoor je ook zo'n verschil. Dan hoor je vaak zo'n dat die een andere schakeling. Ja, hoe ver zullen we gaan? Even kijken hoor. Nou, hier gaat nog een draad ergens heen. Ja, nou ja, hier komt natuurlijk dat geluid dan uit. Ja. Hoeveel onderdelen denk je, als je zou moeten schatten, als je het helemaal uit elkaar zou halen, hoeveel onderdelen denk je dan dat we op tafel hebben liggen? Ja, met alle schroefjes erbij. Ja. Dat is een goeie. Toch wel rond de 100 denk ik of zo. Ja. Misschien wel meer. Ja, dit is dan waar het geluid dan uitkomt. Ja, dan moet ik ook maar eventjes. Ook even doorknippen. Ja. Zo. Nou, hebben we die mooi los. Die kunnen we dadelijk nog wat verder beetpakken. Ja, dit is dan, ja, om die schroefjes heen scharniert dit ding. Die kunnen we straks nog even loshalen. Dit is natuurlijk het leukste om deze, gewoon die hals eraf te halen. Ja, zeker. Gaan we doen. Ik kan hem beter losschroeven als dit er al af is. Doen we dat eerst. En er staat ook een groene sticker met een 4 of een 9 hier. Dat is een detail, maar wat kan dat betekenen? Ja, ik denk dat het iets te maken heeft met manier van maken, dus dat er meerdere handen mee bezig zijn. Ja. En dat iemand dus zoiets zegt van dit is oké of zoiets. Aha. Een soort, ja, groen is op zich positief natuurlijk. Ja, maar ik zie hier ook een soort rode sticker, dus ik weet niet wat dat dan is. Ja. Curieus. Ja, en hier staat ook een 2. Of is het een soort krabbel van het is wel goed zo? Ja, ik weet het niet. Ja. Ja. En ja, als designer, je kan het natuurlijk straks weer helemaal in elkaar zetten, gelukkig maar ook. Ja. Wat is nou het element waar je het snelste aan vervanging toe bent? Of waar gaat het vaak mis als die kapot is? Het deel wat, kijk, die lak gaat eraf natuurlijk. Ja. Tenminste, dat de vroegere versies zijn met een mooie soort cellulose lak gespoten. En die verweert heel erg mooi. En later kwam er zo'n keiharde polyester lak overheen. Ja, dat is eigenlijk weer minder. Een gitaar mag op een mooie manier oud worden. Dus die lak gaat er een beetje af. Maar hetgene wat echt slijt en wat irritant is, zijn de fretjes. Deze? Ja, de kleine metalen dingetjes. En ja, omdat je dus telkens met die snaren opdrukt, krijg je kleine deukjes erin. En op een gegeven moment wordt dat te veel. Dus dan kan je er wel weer een laagje vanaf schuren. Niet gewoon met Black & Decker, maar dan moet je even heel precies en verfijn doen. Ja, dat is eigenlijk het eerste wat slijt. Ja, de bewegende delen. Je wil nog wel eens een stemmechaniekje kapot gaan. Ja. Of En die heb jij dan misschien thuis liggen dat je gewoon even dingen kan vervangen? Nou, ik heb niet zo'n hele voorraad met losse. Zijn die nog te krijgen dan nu? Want ik kan me voorstellen dat er heel veel verschillende gitaar zijn. En Nee, alles is gewoon nog te krijgen. Maar dan wel vaak in setjes. Dus je koopt gewoon zo'n hele reeks stemmechanieken dan. Ja. Meteen, ja. 5 reserve voor als er nog een keertje 1 kapot gaat. Ja. Het is hard werken, Joost. Ja, ik ben flink bezig. Ja. Ja, ik had toch een schroefboor mee moeten nemen. Ja. Misschien is dat dan het voordeel dat op een gegeven moment hebben ze dus maar 2 schroefjes gebruikt. Waarom die heen scharniert. Ja. Misschien is dit de reden. Maar, En je zal het ook maar de hele dag doen. Hè? Ik heb er soms ook wel bijna een soort medelijden mee. Je zit hier natuurlijk ook in die oude fabriek waar gewoon mensen
de hele dag zo dingen in elkaar zitten te schroeven. Om ons te gerieven. Ja. Nou, als je dan toch moet schroeven, kun je denk ik het beste maar een gitaar of iets schroeven. Dat is denk ik nog wel een dankbare taak. Ja, maar hier werden natuurlijk al die tv's en radio's ook in elkaar geschroefd. Ja. Waarvan we er ook één hebben ontleed eerder deze week. En misschien wel aardig om ondertussen even te vertellen. Je kan gewoon doorschroeven. Is dat al deze objecten, kapot of heel, die zijn ook beneden nog te bewonderen bij de tentoonstelling. In het klokgebouw. Dus als je naar beneden loopt en je gaat eigenlijk twee keer links. Via buiten kom je weer naar binnen. Dan zie je eigenlijk direct, als je de tentoonstellingsruimte inloopt, zie je nog even de objecten die we ook hebben besproken. En nu zie je dus alleen maar kapotte of weer gemaakte objecten. En inmiddels zijn we ook klaar. Ja, nou dit is ook weer een, ja, dat is het tremolo blok, zo noemen ze dat. Kijk, er staat hier dan allemaal Fender op. Ja, en die kunnen we dan ook weer verder uit elkaar schroeven. Dus dat zit dan ook weer met een schroefje en een veertje en een dingetje. En dat zit dan, daar zitten dan weer twee inbus. Zal ik je even helpen anders met... Ja, we doen er gewoon eentje, dan hebben we een goed idee. Dus, ja. Kijk, dit zit dan wel netjes met een veertje. Dan nog iets verder. Ja. En dit is dan het schroefje, veertje. Ja. En dit is dan weer een elementje, weer met twee inbusjes erin. Dat hoort er dan weer aan vast. Ja. Dus, nee, we komen echt ver boven de 100, denk ik. Ja, dit denk is al. Ja, dit dat zijn er al 2, 3, 4, 5. En dat maal 6 is 30. En ja. Dit is alleen al 32. En er zitten ook nog 3 schroeven in. Er zijn al 35 elementen. En dat is alleen nog maar een klein deel. Ja. Nou, ja. Wat is het meest kostbare deel aan de hele gitaar? Dat is een goede vraag. Als je het hebt over grondstoffen bijvoorbeeld. Dan denk ik de body, zeg maar. Ja. Dat hout. Het elzenhout, ja. Ja, nou, valt het ook wel weer mee. Ja, het ambacht zit hem vooral in de hals. Dat is wel mooi om te zien. Hè? Dat hierin zit nog een stalen pin. Ja. En die hebben ze van de achterkant erin gezet. En heel mooi verlijmd met een stuk ander hout. Ja. Mooi donker hout. Ja, dat hebben ze in Mexico gedaan, zie ik hier. Ja, ja. Nou, ik wilde het budget niet te veel onder druk zetten om voor een Amerikaanse te kiezen. Maar ja. Denk je dat de onderdelen dan vanuit de hele wereld komen van deze gitaar? Want we hebben dus Amerika, we hebben Mexico. Ik kan me voorstellen dat in die tijd dat er misschien nog wel lokale dingen geproduceerd werden. Maar... ja, de eerste zijn gewoon echt volledig in de Verenigde Staten gemaakt. Ja. Maar wat bijvoorbeeld op een gegeven moment leuk was, toen werd de arbeid in Amerika te duur. En toen weken ze uit naar Japan. Ja. En ze zijn natuurlijk wel bekend om hun fantastische woodworkers. En die maakten eigenlijk fantastische gitaren daar met de Amerikaanse spullen. Die waren eigenlijk beter dan de Amerikaanse varianten. Okay. Dus die zijn ook alweer heel gewild. Ja. En die werden dan op een gegeven moment maar Squire genoemd. Want het was te veel een concurrentie voor hun eigen duurdere modellen. Dus daar hebben ze een nieuw merk eigenlijk ontwikkeld. Ja. En later ging de kwaliteit wel drastisch achteruit. Maar als je dus een vroegere Squire hebt, dan ben je weer heel erg blij. Ja. Nou, dit is natuurlijk de grootste transformatie die gaat nu plaatsvinden. Ja. Want aan de hals van de body afhalen. Zo. Daar gaan we. Nou, halen we zo. Kijk, dit is dan een los stukje hout. Een los stukje hout, ja. Nou, er zitten nog wel twee, zie je dat? Ja, en hier ook aan deze kant. Vast te maken. Ja. Nou, dan zien we meteen dat deze op 21 april 2015 door de quality check is gekomen. Nou, dat is nog vrij recent. Ja, ja. Of het is misschien dat je hem dan weer moet controleren. Dat zou eigenlijk ook kunnen. Dat ze hem dan weer uit elkaar moeten schroeven. Maar hier zie je ook weer van allerlei stempels en oké'en en zo. Lijkt de duivens wel, weet je, met die oké. Ja, en dit is dus de... Hoe moet ik dat laten zien? Hier zit dus nog een schroef. Ja, dat is heel duidelijk zichtbaar. Ja, en daar zit dus een stalen pin helemaal door die hals. Kunnen we dat ook zien? Of is die vast? Ja, nou die is... Dan moet ik echt die hals de midden zagen. Dat vind ik dan wel weer een beetje drastisch. Ja. Maar die is dus afgewerkt met deze houten strip. We zijn aan het eind niet helemaal netjes gedaan, zie je dat? Ja. Zit een beetje... Nou ja, dat is niet zo hoor. Maar even kijken, je kan hier dus wel aan draaien, maar dan krijg je die pin er niet mee uit. Nee. En wat je hiermee doet, is eigenlijk de spanning van die pin die erin zit, die verander je, waardoor de holling van de hals verandert.
Zit bij elke elektrische gitaar zo'n ijzeren of stalen pin erin, of niet? Ja, ja, bijna in elke gitaar, behalve een Spaanse gitaar. Ja. Met nylonsnaren, want die spanning is zo laag, dat hoeft het niet. Nee. Maar voor de rest zit het overal in. Okay. Maar je hebt niet overal dus zo'n strip erin zitten. Want je hebt ook gitaren waarbij de bovenkant van de hals een andere houtsoort is. Dus dan maken ze gewoon een infrezing en dan leggen ze die toets erop. Gewoon twee mallen eigenlijk die dan... Ja, dus dan zit die daar gewoon in. Dat is ook makkelijk. Ja. Nou, dan hebben we nog een stemmechaniekje. Ja. Natuurlijk belangrijk. Want ja, niet gestemde gitaar, daar hebben we niks aan. We hebben echt heel veel onderdelen nu al. Oh. Ja. Kijk, deze moet natuurlijk nog wel even... Je zal het ook maar allemaal bedenken, hè? Zo'n heel bouwpakket. Ik wil het er wel uitkrijgen natuurlijk. Bestaat het merk nog nu? Maken ze nog steeds gitaren? Ze maken nog steeds heel veel gitaren. Ik weet niet in hoeveel fabrieken. Want je hebt de Mexicaanse, je hebt Japanse. Ze maken ze in China, overal ter wereld. Maar je hebt gewoon echt de Amerikaanse fabrieken. En er worden nog steeds heel veel en ook hele goede gitaren gemaakt. Ja. En de grap is ook omdat die oude, die zijn dus zo populair. Ja. Ik zei al, gitaristen zijn een beetje, die houden wel van de nodige kitsch. En een oude gitaar, dan krijg je wel de nodige status door. Dus wat ze nou ook doen, ze hebben de Relic-serie, zo noemen ze dat. Ja. Dus ze hebben dan gewoon een perfecte gitaar. Zetten vervolgens de schuurmachine erop en laten hem helemaal oud lijken. Een beetje de vintage meubels, maar dan de vintage gitaar. Ja. Dus wat vind je daarvan? Vind je dat, juich je dat toe of vind je dat een beetje kitsch? Nou ja, dat is gewoon een soort van uber-kitsch natuurlijk. Ja. Ik vind dat ook, ja, ik hou ook niet van die spijkerbroeken waar ze al scheuren voor je erin hebben gezet. Ja. Ik denk, dat kan ik zelf ook wel, toch? Ja. Om wat tijd te gunnen. Ja. Zijn het ook weer dezelfde? Nee, dat zijn wel andere schroefjes. Nou, die horen dan natuurlijk weer bij het stemmechaniekje. Ja, die kunnen we verder niet echt open krijgen. Zie je, dat zit helemaal dicht geklonken. Zit daar nog iets spannends in dat je vermoedt? Er zijn twee radertjes eigenlijk. Dus hier zo zit een tandwieltje aan en aan dat pinnetje ook. Ja. En dat is het. Deze zijn echt heel simpel. Ja. Je hebt latere versies, er zit nog een soort mechaniek in om de weerstand te vergroten en zo. Ja. Dat heb je eigenlijk niet echt nodig allemaal. Terwijl je dit zit te doen, vraag ik me heel erg af van de gitaar bestaat al heel lang, maar de akoestische gitaar. Wanneer is eigenlijk de elektrische gitaar verschenen, uitgevonden? Nou, al redelijk vroeg waren verschillende mensen met het maken van elementen bezig. Dus echt puur, zeg maar, deze dingen in verschillende hoedanigheden. En eind jaren 40 ontstonden de eerste modellen waarbij het echt was ingebouwd. Maar er was vaak nog een akoestische gitaar. Ja. Waar dan zo'n elementje was bijgeplaatst. En Fender heeft in ieder geval zijn eerste model in 1951 uitgebracht. Dat was gewoon dat Telecaster model waar ik het eerder over had met één element. En later werden dat er twee en toen kwam deze. En nou zijn er weet ik hoeveel verschillende varianten en modellen. Ja, nee, waar ik een beetje naartoe wil ook is, je zegt aan de ene kant die oude... ambachtelijke gitaren, die leveren het meest op. Die zijn ook het meest waardevol, met aandacht aan gewerkt. Je zou toch zeggen dat designers ook altijd aan vooruitgang willen werken en dus betere gitaren willen maken. Ja. En wat ik eigenlijk hier begrijp is dat het, misschien is dat ook jouw mening, maar ik kan me ook voorstellen dat daar iets van waarheid in zit. Dat hoe verder we in de tijd gaan, hoe slechter de gitaar eigenlijk wordt. Nou, niet per se slechter. Misschien is die technisch gezien wel beter. Ja. Maar is dat gevoel wat erin zit, een gitaar of een instrument, dat is echt een gevoelsding. Dus je hebt het vast en en die mag ook best een beetje gehandicapt zijn. Hè. Te perfect is niet altijd zo fijn om bij je te hebben. Ik denk dat het mag wel een beetje kraken hier en daar en er mag wel een dingetje niet perfect aan zijn. Dat is juist ook de charme. Ja. Maar ja, je hebt van die jaren 90 modellen met van die punten eraan en weet ik veel. Ja, die hebben een echt zo'n supersnelle hals. Je kan er alles op, maar dat is totaal geen karakter. Mm. En daar gaat het ook wel een beetje om, het karakter wat ergens in zit. Ja. Is dat hetzelfde met bijvoorbeeld auto's of zo? Dat je denkt van nou, de vroegere ontwerper die hadden meer karakter. Misschien niet zo praktisch. Je moest zeg maar heel veel sturen. Nou, dat is het. Technisch gezien zijn ze nu misschien wel veel beter, maar...
Ik hou wel veel meer van oudere auto, die modellen in ieder geval. Nu lijkt alles gewoon door de windtunnel bepaald te zijn. Ja. Het is wel, dat gaat het uiterlijk niet, komt het niet ten goede in ieder geval. Nou, dat is denk ik wel een interessante constante als je kijkt naar jouw werk. Je kijkt ook heel vaak naar naar honderden jaren design en heel erg terug naar het verleden. In hoeverre is dat een element van nostalgie? Nou, het is wel belangrijk, denk ik, om je als ontwerper gewoon in te lezen. En dat je de enige notie hebt van wat er allemaal is gebeurd. En ook datgene wat jij daarin interessant vindt. In het ambacht, in de inhoud van iets. Of hoe iets gemaakt wordt. Of hoeveel. Of met wat voor materialen. Ik denk dat het wel belangrijk is om daar goed mee bezig te zijn. En om daar goed over na te denken. En ik denk, hoe langer je daarmee bezig bent, hoe meer je daar een soort mening over kan vormen. Ja. Ja, misschien is die mening ook wel voor velen van, ach, het boeit me niet zoveel. Maar dat is ook een mening. Nou, ik vind het wel belangrijk om daar gewoon goed naar te kijken. Van wat vind ik belangrijk en goed ergens in. Want je kan niet zomaar weer allemaal rommel gaan maken. Zeker niet in deze tijd, denk ik. Nee. Waar heb jij nou heel veel onderzoek naar gedaan? Naar de historie van die... Kun je nog iets herinneren waar je zegt, nou, daar ging echt wel de meeste tijd in zitten ook? Ja, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen. Maar dat is denk ik toch wel... met heel veel historische boeken heb ik wel gezocht naar een soort archetype of duidelijke herkenning van objecten. Ja. En of het dan ging om een kandelaar of een kast of een stoel. Dan heb ik echt een soort, wilde ik echt een soort tot de kern daarvan komen. En daarom ook een beetje zo'n keuze voor zo'n ding. Dat is gewoon echt zo herkenbaar en duidelijk. Ja, hier valt dan niet meer veel aan te ontwerpen zelf, want dat is er al. Maar als je een onderzoek doet naar bijvoorbeeld kasten en je zet daar echt soms honderden kleine plaatjes van kasten op een rij, dan gaat dat ding, dat gaat in je zitten. Of je wordt bijna zelf een kast. Als je er te lang mee bezig bent, ja. Ja, en dat probeer je dan weer op je eigen persoonlijke manier daar iets mee te doen. Dus je gaat daarmee vormgeven. Ja. Je gaat nooit letterlijk weer zo'n kast maken, maar ik vind het wel belangrijk dat je weet wat er gedaan is. Ja, het doet me denken aan de Biennale in Venetië van Rem Koolhaas een aantal jaar geleden, waarin hij dus ook keek naar de ultieme elementen in de architectuur. En dan had hij heel veel deuren, heel veel balkonnen. Het was gewoon een zaal wat alleen maar om plafonds draaide en ook om vloeren en dat soort dingen. Is dat ook een manier waarop je zegt, ik heb echt collecties met kasten en boeken vol, voordat ik zelf maar aan de slag ga daarmee? Is dat altijd noodzakelijk om die studie te doen? Nou, ik denk inmiddels niet meer zo. Want die studie heb je op een bepaalde manier wel gehad. Ja. En het was wel heel belangrijk om tot de kern van dingen te komen en daar een nieuwe invulling aan te geven. Maar nu ik dat heb gedaan, vind ik het ook juist interessant om alles soort van los te laten en veel expressiever te werk gaan. Ja. Dus nu beginnen we vaak gewoon een stuk staal te snijden en weten we niet eens wat het gaat worden. En dan gaan we dat componeren bijna meer als een soort sculptuur dan als een functioneel ding met een hele duidelijke maattekeningen en schetsen. Ja. Dus we gaan veel meer los, zeg maar, tegenwoordig. En dat is dus autonoom losgaan. Ja. Daar denk je niet direct aan de gebruiker. Dus het is niet dat je met een gitaar bijvoorbeeld iets maakt, dat je denkt, oké, daar moet iemand straks op spelen. Nee. Het is veel exploratiever. Ja, maar dat leidt soms wel weer tot hele duidelijke beelden die mensen ook wel echt begrijpen en mooi vinden. En in veel gevallen krijgt het ook weer een andere, biedt het ook weer andere mogelijkheden. Dus je kan een afgeleide maken die wel geschikt is om in massa te produceren of voor merken geschikt zijn of iets anders. Is dat ook wat er in Milaan is gebeurd eerder dit jaar met de serie, ik noem het maar even, een beetje Meccano-achtige objecten? Ja, nou, die Meccano-dingen, dat is een hele exclusieve reeks. Dat is gigantisch tijdrovend en duur om te maken. En dus die kosten daarvan, die verkoopprijs is nog veel hoger. Ja. Dus dat is niet iets waar je er gewoon tientallen in een maand van gaat verkopen. Maar de manier van construeren en wat het is geworden, die kan ik wel weer gebruiken om daar ook een soort, noem het een consumentenvariant van te maken. Ja.
En wat is die manier precies? Kun je daar, want ja, mensen hebben er misschien nog geen duidelijk beeld bij. Nee, ze kennen Meccano misschien. Ja, nog een paar uur om het te bekijken hier om de hoek. Maar ja. Waar precies? Het is op strijp T, dus eigenlijk net aan de overkant van, van het strijpsbultje. Straks iets over vier direct naar strijp T. Direct naartoe rennen, ja. Ja. Nee, ik vind Meccano een heel mooi speelgoed van vroeger. Daar speelde ik ook mee, buiten Lego natuurlijk. Maar Meccano is nog, vind ik, iets iconischer in de zin dat je echt de moeite moet doen om al die schroefjes vast te draaien en daarmee hele constructies maken. Mm-hmm. En die constructies zelf vind ik heel, heel esthetisch. Ik ben echt ook fan van die lichtmasten en trusconstructies in bedrijfshallen en zo. Daar zit ik altijd naar te kijken, vind ik heel mooi. En zo'n Meccano set, daar kan je dat een beetje mee imiteren. En ik vond het dan leuk om dan niet gewoon een Meccano set te pakken, die bijvoorbeeld te vergroten en dan naar de lasersnijder te gaan. Maar om die echt zelf ook te maken. Dus wij hebben met die plasmasnijder, dat is een apparaatje, nou, dat is nog niet zo groot als een kratje Bavaria. Maar dan sluit je perslucht op aan en je kan gewoon door staal heen tekenen. Dat is echt een fantastisch ding, met een heel klein vlammetje. Ja. En het geeft je zoveel vormvrijheid. Dus als wij een onderdeeltje nodig hebben, nou, tekenen we een stiftje even uit. Ja, vouwen, gaatje boren, construeren, klaar. Is dat ook zo precies dan? Dat je dat lijntje precies kan volgen? Ja, maar dat mag allemaal wel een beetje ruw zijn. Dat is juist mooi, dat je mag laten zien dat dat met de hand gemaakt is. Ja. Anders ga je het computeriseren en ga je het gewoon ergens anders laten doen. Ja. Dus ik vind juist dat je, dat ze meer en meer in het werk gekomen, dat je mag zien dat het echt handgemaakt is allemaal. Ja. Vind je dat daar genoeg waardering voor is? Want je zegt net zelf al, als je het handgemaakt maakt, dan is het duurder, het duurt langer. Mensen willen nu tegenwoordig het allemaal snel hebben en ook zoveel mogelijk. En het moet allemaal on demand, maar bij jou ga je daar echt tegen in. Heb je het idee dat daar genoeg waardering voor is? Of dat Nou, er wordt wel heel veel gewaardeerd. Dus als het net zoveel verkocht zou worden als gewaardeerd, dan was het helemaal mooi. Maar nee, dat is natuurlijk ook niet voor iedereen weggelegd. Maar ik vind dat is onze haute couture van het design. Ja. En ik vind het ook belangrijk om daarin een soort creatieve uitdaging te zoeken. Ja. Je moet niet de hele tijd weer bezig zijn voor of opdrachtgevers of een hele functionele manier. Je moet af en toe ook gewoon helemaal los kunnen gaan om weer, om weer ook op een frisse manier na te kunnen denken. Ja. En stel nou dat ik een oom heb die bij een soort CBS werkt en die zegt van, nou, die Meccano dingen die jij in Milaan hebt gemaakt, die vond ik zo mooi, die wil ik eigenlijk gewoon machinaal gaan maken. Zou je daar dan voor zijn of zou je dan zeggen no way? Nou, ik zou het niet oké vinden als je met een lasersnijder het gaat imiteren dat iets handgemaakt is. Ja. Dat vind ik, dan gaan we daar gewoon een andere oplossing voor bedenken. Dan gaan we gewoon een manier zoeken waarbij je wel dat systeem gebruikt misschien. Ja. Maar waarbij ook het industriële karakter ook goed benut wordt. Okay. Of misschien kan je dan hoekelementjes gaan gieten of iets anders. Ja. Dat is wel gebeurd met die lamp die ik heb ontworpen voor Mooi. Dat is een geconstrueerde lamp. En in de werkplaats, dat was inderdaad gewoon stukken staal, gaatjes boren, aan elkaar construeren. Maar op een industriële schaal konden we ineens gietstukjes gaan maken. Dus, met de injectie is er alu gegoten en daar zijn alle koppelstukjes van gemaakt. Dat is iets wat ik in eigen werkplaats nooit kan doen. Nee. Die mallen zijn ook veel en veel te duur. Ja. En dat is dan het voordeel van het industrialiseren. Ja. Maar in hoeverre ben je dan de controle kwijt over je ontwerp? Want op dat moment neemt iemand anders of dan komt er een invloed van buiten. Heb je dan nog steeds de rechten om dat maakproces te controleren? Dat hebben we echt met elkaar zo gedaan. En als zij een oplossing ergens voor hadden, dan hebben we dat altijd gecommuniceerd. Okay. Maar dat gebeurt ook niet bij iedereen altijd even goed. Nee. Hoeveel van die, door die ontwikkeling, hoeveel van die lampen zijn er dan nu gemaakt? Om even een idee te krijgen van, ik denk dat er ongeveer 200-300 per jaar verkocht worden of zo. Ja. En dan, dat ding is een jaar of 4 oud of zo. Ja. Dus tegen de 1000 denk ik. Ja. Okay. Dus dat is geen massa ding. Ja. Het is natuurlijk ook een redelijk dure lamp. Ja. Ik vind dat een mooi aantal. Ik vind, we hebben ook een Kiekje van die bakjes gemaakt. Dat is een keramieke bakje. Ja. Oorspronkelijk gewoon van papier en dan een beetje verkreukeld. Daar hebben we gips ingegoten. Nou, die hebben ze
afgemald volgens mij Vietnam. Hmm. En daar zijn er al bijna 300.000 van verkocht. Okay. Dat is wel echt de andere kant. De andere vind ik ook alweer. Daar kan ik me nog steeds over verbazen. Ja. Dat is ook wel zoiets. Maar ja, die dingen die worden verkocht voor 7,50. Ja, daar kan ik niet tegenop met mijn lamp van 4.000. Nee, precies. Nee. Daar zit nog wel een verschil tussen, inderdaad. Je noemde Kiki al even. Jullie werken heel vaak samen, maar toch ook werken jullie ook onafhankelijk van elkaar. Ja. Wat is precies de samenwerking? Hoe zou je die omschrijven? We hebben een boek gemaakt en dat illustreert precies die samenwerking. Dat boek bestaat uit de kaft daarvan. Het boek heeft twee helften. Eén helft is van mij en dan draait om en is het boek van Kiki. Ja. Twee voor de prijs van één. Maar. Ja. En op de kant van Kiki, daar heb ik een masker op van Kiki. Okay. En op de mijn kant heeft Kiki mijn masker op. En zo werken we eigenlijk samen. Dus we zijn eigenlijk altijd, kijken we mee over elkaars schouder en steunen we elkaar. Alleen in de uitingen willen we heel specifiek zijn en heel erg eigen. En daarom laten we echt, dat heb ik in mijn collectie en die collectie van Kiki. Ja. Dus ik heb daar ook verder niks zeg maar, over te zeggen. We zijn ook zelfs echt twee losse bedrijven. Maar het komt wel heel... we overleggen wel weer alles. Maar het is geen democratisch proces of zo, onze samenwerking. Okay. Geen democratisch proces? Nee. Je hebt volgens mij ook over design gezegd, dat design is not a democracy. Ja, vind ik heel belangrijk. Ja. Ja? Ja, volgens mij als je... dat deden ze in de communistische tijd in Rusland. Hè? Dan zetten ze 60 ingenieurs bij elkaar en jullie moeten de perfecte stoel maken. Ja, dat werkt zo niet. Dan krijg je een soort middelmatigheid en een saaiheid komt er dan in. Ja. Volgens mij is het tegenwoordig ook zo doen, dan eindig je gewoon altijd met een soort grijze steen als soort uitkomst van vorm. En als iedereen zich er tegenaan mag bemoeien. Maar dat is het compromis. Maar juist in Rusland wat je noemt, dat is juist ook heel erg top-down en... daar zou je juist kunnen zeggen dat het geen democratie is. Maar je bedoelt dus dat je met heel veel mensen aan iets werkt. Ja. Okay. Dus dat gedeelte, dat vind ik, dat moet niet zo democratisch zijn. Er moet iemand zijn die gewoon zegt van, en zo gaan we het doen. Ja. Je hebt altijd een sterke mening daarin nodig. Een soort art director of gewoon iemand die de baas is. Ja. Want stel dat jij neem ons eens even mee door zo'n productieproces van bijvoorbeeld een lamp. Hoeveel handen werken daaraan? Bij ons in de studio? Ja. Of, stel dat jij inderdaad... Als ik iets ontwerp, dan ga ik dat eerst bedenken. En dan ga ik dat een beetje polsen. Zo, van, zullen we dat gaan maken of hoe gaan we dat doen? Het is natuurlijk ook altijd een beetje een spannend proces om weer iets nieuws te starten. Welk materiaal gaan we nemen? Hebben we daar andere tools voor nodig? Of kunnen we dat zelf? En hoe gaan we dat doen? Nou, dan beginnen we gewoon eerst met een testje. Dan bestel ik gewoon een plaat messing en dan gaan we wat snijden en we proberen van, nou ja, dit gaat wel, let's go. En dan, dan gaan we dat gewoon doen. En dat is vaak in een klein team. Dus dan werken we aan die eerste serie bijvoorbeeld met twee of drie man eraan. Ja. En dat is ook wel vrij specifiek. Dus ik kan dat niet zomaar aan iedereen uitleggen om nog zo'n ding te maken. Ja. Maar bijvoorbeeld dat snijden van die onderdelen, ja, dat kan je wel op een gegeven moment wel aan iemand uitleggen. Dus die kan dan gewoon onderdeeltjes snijden. Ja, op een gegeven moment stonden er inderdaad wel een man of zes. Want door snijden, dus afwerken, dan, en gaatjes aftekenen en dan boren en dan weer afbramen. En dus er waren wel veel handelingen voor nodig. Ja. Maar we werken ongeveer met 10 man in totaal in de studio. Mm. We hebben een lunchtafel voor 12 personen. Dat vinden we altijd. Maar dat is altijd onze max, zeg maar. Okay. Als die vol zit, dan denken we van oké, we moeten niet nog meer hebben. En dat doen we dan ook niet. Als we dan bijvoorbeeld een grote opdracht hebben waarbij heel veel spuitwerken is of zo, dan brengen we het op dat moment gewoon naar de spuiter. Ja. En waarom heb je dan 12 als maximum gekozen? Zit daar een reden achter? Anders dan heb je weer een soort tussenpersoon nodig. Dan heb je een soort manager nodig van de studio. En dan moet je met die communiceren en dan moet je teamoverleg gaan doen en zo. Daar heb ik allemaal helemaal geen. Geen zin in. Dus dat blijft hopelijk wel. En het is altijd, moeilijk, moeilijk die grens stellen. Maar dat is wel onze ambitie, om niet veel groter te groeien. Ja. Dat is een mooie ambitie om niet veel groter te groeien. Ja, dat is een poëtische zin bijna in deze tijd. Als je nu kijkt ook naar andere projecten waar je bij betrokken bent, vind je het dan ook interessant om soms onder een andere art director te werken en je dus in die zin ook aan te passen? Ik zit even te denken wanneer dat dan... Voor het laatst is gebeurd, elk merk heeft natuurlijk een art director. Bijvoorbeeld Mooi heeft Marcel Wanders als art director. Ja.
Maar die is ook wel zo van als het team, hij in Kluis, dat ziet zitten, dan gaat hij zich niet met de details bemoeien van mijn ontwerp. Nee. Dus in die zin heb je daar dan ook weer niet zoveel mee te maken. Kijk, en als een Amerikaans merk zegt, als we daar stoffen voor hebben ontworpen van, ja, ik weet, het is een beetje een rare vraag, maar we willen heel graag de kleur beige erin hebben, omdat het nou heel goed verkoopt in Amerika. Dan zeg ik, nou ja, oké, ik vind het inderdaad een geen kleur, maar doe maar. Ja. Ja. Is dat wel eens gebeurd? Sorry? Ja, dat is echt letterlijk zo gebeurd. Ja. En dan in de reeks, één kleurtje beige om je opdrachtgever heel happy te maken, vind ik dan niet zo erg. Nou, maar dat is dan die democratie. Ja, dan misschien moet je eigenlijk ook zeggen van, nee, het is gewoon rood. Ja, dan heb je me. Ja. Maar ik begrijp het wel, maar ik denk wel van, ja, als het dogma zo sterk is, dan... Dit is wel natuurlijk een beetje de paradox waar je dan tegenaan loopt. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Dus uiteindelijk, misschien is het wel... Het moet heel erg persoonlijk zijn, het werk. Ja. En dat was ook het patroon. En het moet sterk zijn. Maar het moet ook wel weer verkocht worden. Ja. En dat is dan weer de investering. Dat is het nadeel eigenlijk dan weer van het werken met een merk. Want die moeten dat verkopen. En als ik dat zelf doe, als ik niks verkoop, dan is dat niet zo erg. Nee. Tenminste, voor mezelf wel, maar daar heeft verder niemand anders last van. Ja. En bij zo'n merk is er een hele molen omheen. Dat is natuurlijk voor zo'n lamp die het levenslicht ziet. Dat, mooie dat woordgap. Dan ben je een paar ton verder aan mallen en investeringen in het maken. Ja, dat kan ik mezelf niet veroorloven. Dus ze willen wel heel graag dat die lamp een paar keer verkocht wordt om dat weer terug te verdienen. Ja. En voordat het zo'n cliffhanger wordt die we niet beantwoorden, heeft die kleur beige nou echt ook veel beter gepresteerd? Of? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, want ik krijg een soort algemeen overview. Okay. Dus ik ben ook nooit ergens gekomen dat ik ineens dacht van, hey, hier zit die kleur op. Okay. Maar er is wel. Dat waren 5 stoffen en in elke stoffenreeks is wel een soort beige terechtgekomen. Okay. Ja. Okay, dus het ging vrij ver dan. vijf keer. Ja. Ja. Nou, op de 8 kleuren die er waren, viel het allemaal weer viel het mee. Ja. Maar goed, de advocaat van de duivel dan. Morgen komt er iemand, een sheik uit het Midden-Oosten, en die zegt van, nou, ik vind de kleur paars wel mooi. Ja. Mag dat dan ook? Paars zat er ook in trouwens, maar. En met sheiks uit het Midden-Oosten heb ik slechte ervaringen. Okay. Maar dat is allemaal toch een soort overleg. Ja, dat is. Ik ben er geen fan van, inderdaad. Maar om alles gewoon alleen maar zwart en wit te maken, dat gaat ook wel weer wat ver. Ja. Maar Kiki gaat altijd over de kleuren, dus dat zou je toch met haar moeten overleggen. Oké, nou dat is wat dat betreft de volgende vraag was ook, wat is jullie rolverdeling dan in dat soort... Ja, nou en dat, dan ben ik toch wat meer de technische man en Kiki van de kleuren. Plat zou willen zeggen. Okay. Ik ga nog één keer naar het publiek om even te vragen of er vragen of opmerkingen zijn vanuit de zaal. Ik zie daar een hand omhoog gaan. De microfoon komt naar je toe. Ja, als jij een gitaar zou ontwerpen, wat zou je daar anders in doen dan degene die je daar nou hebt liggen? Ja. Ik heb wel eens gedacht van dat ga ik doen. Maar dat vind ik tegelijkertijd ook weer zo... dat is eigenlijk te spannend om je daaraan te wagen. Juist omdat het al voor mijn gevoel een beetje uitontwikkeld is. Maar die modellen die er zijn... Deze vorm van deze gitaar... Die is er in tientallen variaties gekomen. Dus met hoeken, met punten, met korter, langer... in allerlei... Dus als basisvorm hier kan je er eigenlijk weinig meer aan ontwerpen. Dus je moet echt alles helemaal aan de kant gooien en een totaal nieuwe gitaar maken. En toch zit je altijd weer vast aan iets met snaren, een hals. En dus het is eigenlijk al heel bepaald hoe zo'n ding eruit ziet. Maar het is een druppelvormen door Fox uitgebracht. Je hebt vierkante doosjes en je hebt eigenlijk al zoveel vormen dat ik er niet echt een heel erg ambitie in zie. Okay. Dank voor je vraag. En, zijn er andere mensen met een vraag? Het is een beetje de laatste kans. Nee. Even wachten op de microfoon, alsjeblieft. Ja, nog eenmaal uw vraag. Waar is de lamp te zien waar je het steeds over hebt? Ja. Die lamp van Mooi. Ja. Ik weet eigenlijk niet of die hier ergens op dit terrein te zien is. We hebben hem thuis. Okay. Moet je even een kopje thee komen drinken. Hij is op Schiphol te zien. Het dichtstbijzijnde het café van de... of het soort restaurant van de Bijenkorf. Die heeft er 4 staan. Ja.
Jawel. Ja, ja. Internet heeft alles. Dus kom ja. Joost en bijzaak lamp, dan kom je er al vrij ja. snel. Ja, jouw website heet ook Project Joost. Ja, ja, dat vond ik wel leuk om er een soort om het hele leven bijna als soort project ja. te zien. En dat project is dan begonnen toen je bent afgestudeerd, neem ik aan. Of is ja. het eigenlijk al begonnen op de dag dat je op de academie liep? Eigenlijk op de dag dat ik ben geboren, denk ik eerder. Ja. Maar dat, dan moet je een naam kiezen en het wordt heel snel studio ervoor. Dat vind ik dan weer zo saai. Dus ik dacht, Project Joost, dat vond ik wel een goede naam. Ja, en dat hou je zo? Het project het is eigenlijk gaat gewoon alleen maar door. De website. Ja, wij hebben natuurlijk... Joost van Blijswijk en Kiki en Joost en Kiki van Eyck en Joost van Blijswijk. Nou, dat loopt allemaal een beetje dwars door elkaar heen en we weten het allemaal zelf. Maar dat heeft ook een beetje een soort roddelkarakter. Dat vind ik dat is wel goed, dat is wel gunstig. Een roddelkarakter? Ja, zo van, dat wordt nog steeds gevraagd van hoe werken jullie nou? Of zijn jullie een koppel? Of is nou Joost en Kiki of Kiki en Joost? Of nou, dat soort rare vragen. En, nou ja, dat als er maar over gekletst wordt, is het goed. Oké, okay. ja. Alright, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit vraaggesprek, deze anatomische les. Ja. Ik wil nog wel vragen om ook een blik in de toekomst te werken. Als je nu, we hebben nu ook gehad over de laatste 15 jaar, misschien is 15 jaar een hele lange tijdspanne. Maar waar wil je de komende jaren je vooral op richten met Project Joost? Echt die diversiteit van projecten die blijft erin zitten. Dus we zijn echt voor merken aan het werk die... borden en kopjes en dingen in het buitenland produceren echt in grote aantallen. Ja. Dat is heel leuk. De wat meer galeriestukken, dat blijft gewoon heel belangrijk voor ons. En wat we nu wel aan het doen zijn, en dat vind ik wel heel leuk, is de wat grotere inrichtingen. En dat vind ik een hele leuke uitdaging om daar nog veel meer in te doen. En inrichtingen waarvan dan? Even om het heel concreet te maken. Het kan echt van woningen tot bedrijfsruimtes. Ja. We hebben een lunchroom gedaan. Ik heb een soort advocatenkantoor in Amsterdam vormgegeven. Nou, dat soort dingen allemaal. Okay. En doe je dat dan alleen of ook samen met Kiki? Allebei. Okay. Ja. Om het lekker vaag te houden. Ja. Sorry. Oké. Okay. Nou, dan denk ik in ieder geval dat we de meeste vragen hebben gesteld en beantwoord zijn. Heb jij nog vragen over deze sessie? Of heb je zoiets van, ik heb volgens mij mijn punten wel gemaakt? Ja, denk het wel. Hoe lang gaat het duren om deze weer in elkaar te zetten? Nou, net iets langer dan het in elkaar zetten. Okay. Maar met een schroefboor gaat het een stuk sneller. Dus met een uurtje ben je er wel? Ja, dat denk ik wel. Ja. Oké, okay. Mooi. Hartstikke bedankt. Ja, ook. Groot applaus voor Joost van Blijswijk. Dank je wel. Ja. Thank you.